eerst even kort voorstellen. Dat is Dion en dit is Noortje en ik ben Sanna. Wij zijn alle drie derdejaarsstudenten aan commercieel management hier in Sittard. In de afgelopen 2,5 jaar zijn wij zo opgeleid dat wij de kennis kunnen verwerken in de praktijk. Wij vinden het essentieel dat Zuidhogeschool de studenten zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk brengt. En in dat kader organiseren wij vanuit het blok Innovatief Ondernemerschap pitches waarbij studenten zichzelf moeten presenteren aan opdrachtgevers om vervolgens een innovatieopdracht binnen te kunnen halen. Toen ik met Bartram sprak, was ik meteen enthousiast geraakt. Hij geeft ons de mogelijkheid om in contact te treden met studenten, om ons ook te profileren bij studenten, want het zijn namelijk onze toekomstige werknemers misschien. Nu hoor ik u natuurlijk denken van waarom zult u mij en mijn collega die er niet is moeten kiezen. Ik heb vorig blok het Student Company gedaan en die heb ik met mijn groep heb ik die gewonnen. Dus aan creativiteit en ondernemerschap is er geen gebrek bij ons. We hebben Banner Connect en de Stichting Jaarboek Maastricht bereid gevonden om met een leuke opdracht te komen, zodat we de studenten uit hun comfortzone kunnen halen om eens met hun eigen creativiteit tot hele mooie nieuwe voorstellen te komen. We hebben al jaren opdrachten gemaakt, dus je weet waar de problemen zitten. Je weet waar je de problemen kan vinden. En Banner Connect, de mensen die daar werken, die kijken met een tunnelvisie. Wij kunnen toevoegen dat wij out of the box denken, dus op een andere manier denken dan dat zij doen. En daar zijn ze erg naar op zoek, omdat zij in lijnen denken. We zijn inwoners van Maastricht en daarom steken we graag onze handen uit de mouwen voor de stad Maastricht. Wij willen jullie graag helpen om op een creatieve en doelbewuste manier een groter bereik voor jullie doelgroep te creëren. We hebben natuurlijk gekozen voor degenen die zich het meest ingeleefd hadden in Maastricht en de traditie, die ook het bier meegenomen hebben. Dus dat was wel een onderscheidende factor. Normaal voor je onderzoeken moet je naar bedrijven toe. En op dit moment kan je echt wat bijdragen voor een bedrijf. Je bent echt ergens mee bezig en ze willen je ook de informatie geven die je nodig hebt. De komende 8 weken gaan ze aan de slag om van de innovatiecasus die de bedrijven meegegeven hebben, om daar een innovatievoorstel voor te schrijven. En dat gaan ze begin mei gaan ze dat ook nog eens presenteren aan de opdrachtgever. Wij willen u bedanken voor uw aandacht en uw tijd. En ja, mocht er nog vragen zijn, dan horen wij het graag. Thank you.